Maar heel veel willen, jou krijgt het eerste exemplaar. En ik hoop je dat je me het mooi avontuur bevindt. Alsjeblieft. Een leuke verrassing voor groep 7 en 8 van basisschool De Ziel in Aardebeeld Ziel vorige week. Leerlingen kregen namelijk het boek Roversgoed uitgereikt. Een Beeldse vertaling van het Friese kinderboek Roversgoed. Wij krijgen signaal van school dat er veel te meer Beeldse lesmateriaal is. Vooral ook Beeldse boeken. En de boeken die te binnen zijn af voor de hele kleintjes. Krijgen ze Tomkens of vertalen we ook altijd in beeld. Maar dat er voor de bovenbouw nog veel te min boeken binnen. En ja, wij springen in dat gat. Dit is het eerste boek wat we nu weer vertaald hebben. En het doel is om nog meer te vertalen. Cadeautjes krijgen is altijd leuk. En wie een handtekening van de schrijfster, uitgever of de vertaler wil, kan die ook meteen in het boek laten zetten. Het boek heeft echter een bijzonder thema. Rouwverwerking, de Hemi Meester door. Oké. En wist wel wat het budget? Volgens mij, als je iets heftigs moet hermaken, bijvoorbeeld iemand is overleden of een auto-ongeluk of je moet verhuizen en dan moet je dat verwerken. Ik vind het zelf een interessant onderwerp en ja. En waarom vind je het interessant? Omdat ik het zelf nog niet heb meegemaakt, alleen met een dier. En daarom, ik vind het heel lastig omdat het iemand verliezen. Nou is dit een boek, maar best wel een heftig onderwerp. Waarom nou juist dit boek? Nou, je hoeft bij kinderen niet altijd fantasieverhaaltjes te doen. Je zit wel fantasie in verzeld met die roepen. Het gaat over een jongen die zijn mem verloren heeft. En dat hij dan in gesprek gaat met roepen. En die helpen hem verder weer op pad te komen. En dat het weer goed met hen gaat. Maar kinderen vinden het niet erg om een bepaald thema te hebben. Je hebt maar niet heel droevig geschreven. En dit boek is beslist niet droevig geschreven. Op sokken ga ik bij de trapdel. Onder stap ik in mijn lezen en ga door de achterdeur het donker in. Een heldere ster staat aan de hemel. Hier manen mijn tranen komen. Mem, ik mis ons mem zo. We kennen het niet zonder mem. Ik ken niet zonder mem. Als het aan Beelds eigene ligt, blijft het niet alleen bij dit boek om de taal bij de jeugd te promoten. Zo wil ze graag ook een vakleerkracht Beelds voor de 6 basisscholen uit de regio. Maar de Beeldse taal bij de nieuwe generaties in leven houden blijft lastig. Dat is zo. En er wordt op schoolplein ook niet altijd Beelds praten. Ouders denken ook wel eens, ik ga Nederlands praten met mijn kind in plaats van Fries of Beelds. Ja, dat is voor zelf ook zo jammer, want dan verliest de taal. En een kind die leert later het Nederlands wel. Die is wel meertalig, is belangrijk. Praat je eigen taal, dat is het belangrijkste voor een kind. Maar daarin is het dan vechtend in de bierkeis, een boekje? Nou, ik hoop het niet. Hartstikke mooi dat we hier komen mochten en veel plezier met lezen. En als het nou ons boek is of een ander boek, blijf lezen. Dank u wel.